Het is vandaag 23 maart 2016 en wij staan in Hilversum. We staan nu buiten en het begint te regenen, maar dat is totaal niet erg, want wij gaan naar binnen in de Intratuin. Want hier vindt vanavond het lente-event plaats en ik ga met de bezoekers hier een quiz spelen. En ik ga die bezoekers eens testen wat ze weten van planten en bloemen. Er wordt van alles gedaan en misschien mag ik ook nog wel eens wat gaan omroepen. Nou, mijn omroepdebuut gaat nu beginnen. Ik mag gewoon gaan omroepen dat er gewoon een quiz wordt gespeeld. Dus als dat maar goed gaat. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het Lente Event 2016. Er zijn verschillende dingen te doen. En dan bij de omgang hoor. Oh, ik ben de omgang. En het laatste nummer 7. Volgens mij daar, die jonge dame. Kom maar naar voren hoor. Nou, ik denk dat iedereen het wel gehoord heeft nu. Dank u. Alsof dit altijd al wordt gedaan. Alsof ik het altijd al gedaan heb. Nou, dankjewel. Ik heb er super veel zin in. Laat maar komen. Dat regel ik voor jullie. Hey, fijne avond. Yes, we hebben hem. Top zeg. Kan jij dan voormalig die berekeningen nog naar de gemeente toe sturen? Dan stuur ik nu nog even die 3D-renders op. Ja, dat is goed. Ik zet ze op de lijst. Okay, maar dan ga ik nu wel eerst afsluiten. Ik ga ook zo hoor. U heeft uw bedrijf goed op orde. Doet er alles aan om niemand binnen te laten. Maar hoe zit dat met uw computersysteem? Dit laat u uw bedrijf toch niet gebeuren. Laat Trots IT de computers en data van uw organisatie beveiligen. Zodat u kunt doen waar u goed in bent en wij waar we trots op zijn. U bent, voor u meneer, u komt net aan. U bent bij de leukste Intratuin van Nederland. Weet u waarom? Omdat hier de lentepis gespeeld wordt en dat u met gigantische prijzen naar huis komt. Ik weet helemaal niks van bloemen. Dus dan kan... U weet niks van bloemen, ik ook niet. Maar blijf gewoon lekker staan, dat is hartstikke leuk. Michael, wel risico hè, wat je neemt, hè? Ja, maar dat blijft een succes. Dus je moet eentje moet ergens uitstappen. Als je eruit bent, heb je geen hoofdprijs meer, hè? En je was zo dichtbij. Je was zo dichtbij dan. Maar misschien liggen jullie er wel uit. En heeft Michael het goed en gaat hij met de hoofdprijs mee naar huis. Het antwoord op de vraag hoeveel stekels heeft een egel, 3000 tot 4000 of 7000 tot 8000. Michael, jij gaat met de hoofdprijs naar huis, het is 7000 tot 8000 stekels. Alleen dit, hè? U doet nu al zo makkelijk mee in een vraag en dan wilt u ook nog uitzoeken. Voor haar eigenlijk. Kijk u eens. Nee hoor, het is allemaal dezelfde. Nee, maar deze ook leuk. Ja? Ja. Oké. Okay. Hey, fijne avond nog. Jij ook, hè? Doeg. Ja. Oh, misschien wil die ook wel meedoen. Doe je mee? De prijzen zijn op. En dat wil zeggen dat dit het einde is van de Lentequiz Lente Event 2016 hier bij Intratuin Hilversum. En nou, ik wil gewoon zeggen dat er is ontzettend veel kennis onder de bezoekers. Echt, dat heb ik versteld gestaan. We hebben geproefd, we hebben geroken. De kennis is gewoon helemaal getest. En ik mag hopelijk zeggen, tot volgend jaar. En wie weet, een Lente Event... Lentequiz 2017, weer hier in Intratuin Hilversum.